Een goede morgen. Ja, het is alweer maandag. En nog 2 dagen en dan is het kerst. Jingle bell, jingle bell. Vandaag heb ik weer trainen. En ik ben een beetje laat, ik ben erg laat. Ik ga dus trainen en ik heb als ontbijtje weer bekende yoghurt. Met 1 ei. Ik heb wel 1 op, want de eitjes waren een beetje zacht. Ik heb te kort laten koken. Dus, nou ja, maakt niet uit. Ik ga even verder. Ik ga even eten en ik ga trainen. Want ik ben al een beetje laat. Oké, ik wens jullie een prettige dag. Goedemiddag, dit is weer het lunch. Ik heb weer heerlijk getraind, al ging het zwaar vanmorgen. Ik dacht dat ik de diarree had, maar het viel mee. Ik kan wel merken dat je na 2 dagen niks gedaan hebt. Maar ik heb vandaag mijn borst gedaan en mijn rug, want ik heb 1 dag minder. Dus, buikspieren, oefeningen, niet op de mat. Wim was er ook weer en na alle oefeningen hebben we nog 30 minuten, tenminste ik heb nog 15 minuten gelopen. En Wim, die wou nog 40 minuten lopen. En dat tilde ik niet. Maar ik heb wel even op een maximum gelopen van 6 kilometer per uur. De hele dinges en op een helling van 5%. Dus dat was aardig. Ik heb als lunch heb ik eens een keertje geen sla, maar 4 krekertjes met Amerikaan filet met ui. Dus veel koolhydraten komen er niet aan. En ik ga even eten en ik ga vanmiddag nog even fietsen, denk ik. Als het droog blijft, want het is wel donker. Nou ja, ik zie. Een goede avond. We zijn weer aangekomen. Wat eten we vanavond? We eten vanavond noedels met prei en aardappel. Dat is een beetje dubbelop, maar. Toch is het koolhydraten arm. Zit er maar 17 in, want ik gebruik geen gewone aardappel, maar zoete aardappels. Wat hebben we nodig? Voor mij alleen is dit 1 zoete aardappel, 1 prei, 1 ei, currypoeder, noedels en dopertjes. En een tablet, of een groente. Bouillon tablet. Dat hebben we nodig. Prei in ringetjes, deze in blokjes. Ei wordt meegekookt met aardappel. 8 minuutjes. Het hele recept staat weer op Robert's Wereld. Het hele recept staat weer op robertswereld.nl/WordPress2. Ik zie u aan tafel. Goed, ja, we zitten aan tafel. Even een dag doornemen. Maar eerst wat ik gebrouwen heb. Dat is noedels met zoete aardappel, dopertjes en prei. Het heet noedels met aardappel en prei. Er zitten ook dopertjes door. En curry. Dus. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb. Dat had ik vanmorgen ook al, of tenminste tussen de middag ook al verteld. Maar ja. Ik heb mijn borst gedaan. Ik ben. Weet je het? Mijn rug heb ik gedaan. En ik heb vanmiddag nog even 12 kilometer gefietst. En wat een winst.
Ik kwam er nog eens tegenop, bijna. Dus, en koud. Koude noordwind. Maar ja, dinges. Nou. Er is al 2 miljoen opgehaald bij het Sirius request. Ja, ik vind dat iets van... Ja, dat is, nou, die directeur kan weer een jaar, hè, aan de bak. Maar ja, ik ken weer al die zwartjes, ik ken weer naar school, hè. Dus, nou ja, nou las ik morgen in de krant. Als je zere benen hebt, oftewel etalagebenen, dan werden die altijd gedotterd. Mijn dokter zei van gewoon doorlopen en hij maakt elke keer een nieuwe bypass aan. Dat heb ik gedaan en ik heb er nou geen last meer van. Dus ik heb er weinig last van, laat ik het zo zeggen. Alleen als het erg koud is, dan heb ik nog wel eens hier zoiets van, wat doet ze hier? Nou ja, gisteren stond, hoe heet het, had die, die hardloper. Weet niet nou. Ja, dat ging met een goede mannetje. Die zei, wie geen lid is van de PvdA, is een fascist. Nou, laat ik het even zo zeggen. Wie lid is van de PvdA, is een landverraaier. Dus, eigen volk eerst. Dat meen ik echt. En ik heb zoiets van, rot op met al die buitenlanders. Dus. Nou, ik ga even lekker eten. En ik zie u morgen.